Dames en heren, ik ben Jamie en welkom op mijn kanaal. Ik zat laatst even te koekeloeren op een website, namelijk Fiverr. Dit is niet mijn laptop. Sorry Isa. Maar ik zat dus een beetje te scrollen op Fiverr. Ik dacht, ik ga naar Fiverr toe, want ik heb ineens het geniale idee om een gaming app te maken. Nee, ik zag dus iets op Fiverr en ik dacht, dit moet ik doen. Je hebt dus Fiverr Personal Shoppers. Dus ik dacht, oké, leuk, gaan we doen. En ik dacht, weet je, om nog soort van de YouTube challenges erin te houden, gaan we de goedkoopste en de duurste... Ik moet heel even kijken wat de duurste is. Dan ga ik de best verkopende doen en de slechtst verkopende. En dan ben ik heel benieuwd wat ze voor mij in petto hebben. Oké, dan gaan we naar de eerste. I'll be your personal shopper and stylist. Ik hoop wel dat ze linkjes erbij geeft. Het is 35 euro. De verkoper heeft de volgende informatie nodig om aan je bestelling te kunnen werken. What are your favorite online clothing brands? Zara. Weet je wat ik ga doen? Ik zeg Zara. But... I really want to try a little bit new, some new, unfamiliar, hoe schrijf je dat? Clothing brands. Zo, ik zou het heel fijn vinden. Some not so average clothing. Weet je, zij is uiteindelijk de stylist, hè? Het is lekker makkelijk als ik ga zeggen waar ik alles vandaan wil hebben, maar mag zij even doen. What occasions do you need outfits for? Ik wil wat office outfits. Ik heb altijd heel veel moeite met... uitgaanskleding. Dus ik wil some party outfit. Ik wil wel een beetje een Sunday brunch with my friends, drinking mimosas outfit. Waarom? Ik heb geen fucking flauw idee. Oké, voor de... Kijk trouwens hoe cute. Voor de slechts beoordeelde Fiverr Personal Shopper heb ik alles precies zelf gedaan. En je ziet zo waarom dat deel echt totaal niet meer relevant is. Dus waarom ik dat echt vollediger uitgeknipt heb. Maar... Oké, dames en heren, even een kleine Fiverr update. Er is één bestelling aangekomen. Dat was de goede bestelling, zeg maar. Die is gewoon heel netjes. Na een paar dagen was die aangeleverd. Heel chill, alles in een Excel-bestandje. Met de linkjes erbij, dus dat heb ik besteld. Ik heb één bestelling op mijn oude adres gestuurd. Twee bestellingen bij twee winkels heb ik gewoon überhaupt niet geplaatst. Dus daar moet ik nog even op wachten. De allergoedkoopste, die is gewoon nooit geleverd. Dus ik heb nu betaald voor iets. Ik heb het gewoon nooit aangeleverd gekregen. Echt heel gek. Oh my god, dit was echt een hel. Ik heb dit nog nooit gehad, maar één pakket is gewoon... heb ik of een keer besteld of het is gewoon niet geleverd. I don't know. Twee pakketten moest ik bij mijn oude adres ophalen, dus dat was ook echt fucking kut. En ik heb gewoon één Fiverr bestelling niet gehad. Dus we gaan het doen met de dingen die ik wel heb. Ik heb even gekeken, ik heb een pakket van H&M dus niet gehad. Maar dat waren alleen maar schoenen, dus dat is op zich niet zo erg. Dus we gaan kijken wat de personal shopper voor mij in petto heeft. Ik had tegen haar gezegd, doe even wat nieuwe merken die ik nog niet ken. Nou, het is de Mango, Bershka, Zara en H&M geworden. De plek waar ik het meeste winkel, maar maakt niet uit. De eerste outfit die ik bij elkaar ga zoeken is de office outfit. En daar heeft zij deze samenstelling voor gemaakt. Ik vind het leuk, maar ik ben benieuwd of de nude color mij staat. Want vaak val ik een beetje weg in dat soort kleuren. Maar we gaan hem even passen. Trousers van de Zara. Maar even, ik vind het Zara pakket altijd zo heerlijk ingepakt. Want door dit vloeipapier lijkt het echt net of ik echt een high-end product heb gekocht. Ik hoop trouwens dat ik alles pas. Zara is altijd nog een beetje wispelturig in zijn... Oh my god, volgens mij heb ik deze broek al. De teringzooi. Hij is wel leuk. De bodysuit is van de Mango. En de bag is van de Mango. Oké, dus een tasje. Daar hebben jullie echt heel mooi aan. Het tasje. Oeh, dit is wel echt. Deze kleur wordt heel spannend op mijn huidskleur. En als laatste de blazer. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Want deze blazer vind ik niet. Ofwel, staat het wel mooi. Oh, nieuwe pakketjes. Proppen jullie je body altijd erin of zetten jullie hem echt netjes vast? Bij mij is het echt mixed. Mij ligt het echt aan het moment van de avond. Want als er even een paar wijntjes in zitten, joh, dan prop ik het er lekker in. Ik heb niet gedronken. Ik heb gewoon niet zo zin om ze vast te doen. Ik doe dus even mijn eigen loafertjes aan. Deze komen van de Naked. Dan de oorbelletjes van de Zara erbij. Oké, ik hoop dat zij zo de tas in gedachten had. Maar oh my god, dit is de outfit, jongens. Oké, wat vind ik ervan? Ik vind, de tas vind ik niks. En dat komt eigenlijk puur omdat hij zo klein is. En ik hou gewoon echt van schoudertasjes. Ik vind deze gewoon niet zo mooi. Ik vind het goud er goedkoop uitzien. Ja, gewoon niet helemaal het vibeje. De kleur van het blazer vind ik ook niet zo mooi. Ik vind het op zich wel bij elkaar staan. Deze kleur vind ik wel bij elkaar staan. Maar ik vind, ik word niet mooier op deze kleur. Maar ik vind dit... Echt, ik moet mijn BH even wegwerken. Ik vind dit best wel leuk staan.
Nepzakken, oké. Ik dacht echt dat de broek veel te hoog zou zijn. Nou, dat was hij ook wel. Maar in combinatie met die body staat het echt super leuk. Het is heel erg basic, maar ja, het is gewoon een kantooroutfitje. En voor een kantooroutfit vind ik het echt wel top. Oké, dan gaan we door naar outfit nummer 2. Dat was de... Ik ben helemaal vergeten hoe ik alle outfits heb genoemd. Oh ja, de party outfit. Dat was deze, de party outfit. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje... saaiig ogen. Maar we gaan zien hoe het eraan uitziet. Even kijken hoor. Oh, hij ziet er een beetje klein uit. En het is niet helemaal mijn stijl. Maar wel leuk om even wat nieuws te proberen. Daarbij hoort opnieuw de oorbellen. Ik vind het leuk dat sommige items overlappen met de outfits. Ja, waarom zou je 3 verschillende gouden oorbellen kopen als je inderdaad al... eentje hebt. Deze tas hoort erbij. Die vind ik ook niet helemaal zo. Maar we gaan het even aantrekken. Ik ben heel benieuwd hoe het samen staat. Ja, ik ben weer in shock. Oh my god, ik vind dit weer zoveel leuker dan ik had verwacht. Volgens mij schijnt hij wel een beetje door, maar goed. Hier hoort nog iets bij. Deze tas hoort hierbij. Weer zo'n lange tas. Oké, de party outfit. Oké, ik vind het jurkje heel erg leuk. Maar ik denk wel dat ik het een beetje anders zou stylen. Ik zou namelijk dit even zo doen. Dit is trouwens een hack voor als je een lange tas hebt, maar je wilt een kortere schoudertas. Je maakt je tas zo open en je kruist deze twee. En dan doe je hem zo dicht. En dan heb je een korter tasje. Zoals jullie misschien wel weten, hou ik dus van oversized blazers. En ik denk dus dat ik die blazer hier overheen echt heel erg leuk vind. Dus dat doen we even. We wonen toch in een koud, koud land. Dus een jasje is niet overbodig. Ja, ik moet zeggen, ik vind dit erg leuk hoor. Op deze manier deze outfit stylen, zo met zo'n blazer. Wat ik ook altijd heel erg leuk vind. Is om zo'n blazer lekker casual, chic zo over de schoudertjes te hangen. Tasje erbij. En ja, je hebt wel echt een leuke party outfit, vind ik. Oh ja, ik heb geen schoenen aan. En dan de laatste outfit. De brunch outfit. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Ik hou van een corsettopje over een blouse. En dit is het corsettopje. Hij was nog in de sale ook. Hij ziet er wel een beetje groot uit. Nou, het is een emmetje. Ja, hij moet toch over de blouse heen. En nu vraag ik mij af waar de blouse is. Oh nee. Oh, de blouse is van een H&M kutzooi. En ik heb 1 witte blouse. Maar die is dus... Er zitten allemaal lelijke vlekken op. Maar ja, die, ik had echt gehoopt dat ik eindelijk weer een witte blouse had, want ik mis die echt heel erg in mijn leven. Nou goed, ik zal mijn eigen witte blouse wel even aantrekken. Daarbij horen, oké, ik zit net een hele rant te doen over dat ik het leuk vind. Dat is maar 1 paar oorbellen heeft gedaan, maar ik heb hier nog 1. De zwarte tas wordt wel weer gerecycled. Jezus mango. En deze, ook very cute. En daarbij hoort deze broek. Vind ik ook erg leuk. Mooie washing. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit weer staat. Oh, ik vind broek altijd zo spannend van de Zaar. Maar tenminste heb ik niet het lelijke Zaarlicht wat me fucking onzeker maakt. Ik vind hem wel echt mooi. Ik hoop dat ik hem pas. Oeh, hij is lager dan ik dacht. Maar dat vind ik juist wel chill. Oh, hij zit helemaal... Oh my god, hij zit echt helemaal perfect. Oh, wat een leuke broek. Dan gaan de Zaar oorbellen uit. En de mango oorbelletjes in. Het valt me wel op dat de mango... Oké, volgens mij zie je geen verschil. Maar de mango heeft een ander soort goudkleur. Het is meer oranje goud. En ik vind die kleur bij mij persoonlijk wel iets minder mooi staan. Ze zijn wel cute. Kuh-juhu. Nou, degene met wie ik ga brunchen mag blij zijn met mijn best zo doen. Ja, oh my god. Zul je net zien. De outfit waar ik echt het meeste van verwachtte, vind ik echt het lelijkste. Ik vind dit echt totaal niet de vibe. En dat komt, ik denk omdat die corsettop best wel strakkig is. Waardoor die blouse niet zo mooi zit. Want normaal vind ik een corset over een blouse wel heel erg leuk. Maar nee, misschien komt het door mijn eigen blouse dat het niet zo leuk is. Maar ik vind het echt best wel lelijk staan. Oké, zal ik dit dan eens even stylen hoe ik het zelf zou dragen? Zo vind ik hem al leuker. Het enige wat ik wel echt niet mooi vind, is dat strikje hier. Zo, die vind ik niet mooi, maar die zou je eraf kunnen knippen. Ja, jongens, en het spijt me zo, maar het is toch weer de blazer overheen. Nou, hier heb je toch een geweldige brunch outfit. Lekker zo'n handtasje erbij. Heerlijk. En als de brunch nou echt uit de hand loopt en je gaat ineens uit in de avond, heb je wel echt een fucking lange brunch. Maar goed, dan vind ik het dus ook altijd lekker als je gewoon... je blazer zo kan dragen als het warm is. En dat je dan gewoon
op deze manier lekker uit kan gaan. Ik vind dit dus wel een hele leuke outfit. Ik vind de broek echt fucking amazing. Echt geweldig. Hij zit ook helemaal perfect. Ik heb een 38. Hij zit top. Maar ik vond dit dus onverwachts de minst leuke outfit. Nou jongens, echt. Don't judge a fucking book by its cover. Oké, dus dames en heren, de conclusie van mijn private shopper, mijn private stylist van Fiverr. Ja, ik vind het echt... Deze was echt top. Nou, ik had dus ook een ander. Die heeft nooit wat geleverd. Die was gewoon ruk. Maar deze, top. Dikke esso naar haar. Ik heb nieuwe leuke outfits. De laatste vond ik, wow, lag meer aan mezelf dan aan haar natuurlijk. Dus wauw, ik vond dit eigenlijk echt een top ervaring. Willen jullie dat ik dit nou nog een keer doe? Laat dan hieronder weten wat voor soort outfit je wil zien. Dan kan ik dat bestellen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week woensdag weer om 4 uur op mijn kanaal. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him.